Ja, en dan is het wel vakantieperiode, maar jullie vragen mij toch om hulp. Dus ja, wie ben ik dan om daar niet een passend antwoord op te geven? En ondanks dat het vakantie is, ook voor mij, ik bedoel, ik ben vakantievincent, dus ja, wat wil je nou van me? Een mail, een vraag. En ja, die ga ik gewoon beantwoorden. Het is immers vrijdag, 4:44. Ja, en dan gaan we vragen beantwoorden. Hey Vincent, ik ben al een tijdje op het pas van... Op het pas? Ik ben op het pas. Ja. Ik ben al een tijdje op het pad van bewustwording. Toch heb ik nog vaak dat ik dingen doe waar ik niet helemaal trots op ben. Ik weet wel dat het slecht voor me is, maar ik voel me tof. Maar toch voel ik me vaak niet in controle over mijn eigen keuzes. Hoe kan ik meer controle krijgen over de impulsen die ik heb? En hoe kom ik meer in touch met mijn ware zelf? Een hele fijne hallo en heel veel liefde. Nou, hoe meer controle jij denkt te hebben of wil hebben, hoe minder het gaat lukken. Laat ik je daar alvast mee helpen. En ja, wat is leven, weet je wel? Controle hebben over alles of dingen, alles doen waar je denkt van dat is niet goed voor mij. Ja, sowieso, wat is wel niet goed voor je? Ik bedoel, af en toe helemaal naar de galkanker gaan, ja... Dat is ook wel eens goed voor je, weet je. Je kan wel elke dag appels eten en dan op de bank gaan zitten met een glas water in je hand. Maar ja, is dat leven? Nee, je moet ook eens helemaal naar de kloten gaan om die appel te kunnen waarderen, weet je wel. Natuurlijk wil ik niet zeggen dat je dan elke dag helemaal naar de galtering moet gaan. Want dat schiet natuurlijk ook niet op. Je moet wel een beetje respect hebben voor het lichaam wat je hebt gekregen. En ja, hoe lang... Wil jij hier in goede gezondheid zijn, weet je wel. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Het is een handig ding om je hier op aarde voor te bewegen, laten we het zo zeggen. En als je daar een beetje goed voor zorgt, ja, dan kan je het een tijdje uithouden. In een soort van staat van relaxedheid. Zonder dat je weg ligt te creperen. Wat je dus precies aan het doen was, die dacht dat je helemaal naar de galtering aan het gaan was geweest. Dus ja, volgens mij ben je hier om te ervaren. Ja, zoveel mogelijk aspecten van het leven te ervaren. En daar hoort ook bij niet controle hebben over je keuzes. En ja, weet je, controle, dat heb je niet. Dus laat dat los. Laat het gewoon los. Hoe meer je loslaat, hoe meer jij leeft. Weet je, alles is. En dingen gebeuren. En moet je daar druk over gaan maken? Ik denk het niet, toch? Als er een vogel voorbij vliegt, ja, ik ga hem nog maar een keer noemen. Als er een pinguïn naar binnen loopt hier, ja, dan kan ik denken, je godverdomme, loopt hier een pinguïn naar binnen, what the fuck, man? Maar ik kan ook denken, van, nou ja, pinguïn, prima toch? Weet je, het is allemaal, het is allemaal. Jezus, wat een kut antwoord. Maak je niet te druk over wat je doet. Tuurlijk moet je wel een beetje nadenken over wat je doet. Kijk, ik kan moeilijk een auto tegen iemands hoofd aan gooien en dan denk ik van, nou, de komende weken zit ik gebeiteld. Ja, dat gaat niet worden. Dan zit je wel gebeiteld, maar dan kom je er niet meer uit, laat me zeggen. Dus je moet wel een beetje nadenken. Maar soms moet je gewoon ook lekker alles laten gaan. Eigenlijk moet je altijd alles laten gaan. En niet alles laten lopen, want op een gegeven moment zit je dan in een hoop stront en dat schiet ook niet op. Dus ja, geen controle hebben en in touch met je ware zelf. Ja, wat is je ware zelf? Wat ben jij? Ik bedoel, alles wat jij denkt te zijn, dat ben je niet. Hè? Ik denk dat ik een Vincent ben, maar dat is een aangeleerd ding, een construct of maar een omgeving. Wat je echt bent, wat je werkelijk bent, ja, dat is pure liefde. Dat is een staat van een goddelijk orgasme. Dat is wat jij bent. Je bent een goddelijk orgasme, goos. Ik hoop dat je hier wat mee kan. Hele fijne hallo allemaal. En een hele fijne hallo allemaal.